Zondag 21 april ging de 10 miles opnieuw van start in Antwerpen. Zo'n 22.000 sportievelingen liepen mee tijdens deze 28e editie. Het parcours begon aan de voetgangerstunnel en eindigde vlak voorbij de Waaslandtunnel. Voor veel deelnemers was het een unieke ervaring om ook eens door de Kennedy-tunnel en op de ring te mogen lopen. Dit jaar liep er ook een bijzonder team mee. Enkele jongeren die meegaan op Wereldjongerendagen namen deel aan de wedstrijd. De Wereldjongerendagen zijn een 2- of 3-jaarlijks initiatief in een stad over heel de wereld, waar eigenlijk de paus de jongeren samenroept om samen een week lang samen te leven, stil te staan rond geloof, maar even goed plezier te hebben van elkaar, contacten te leggen. Met hun deelname willen de jongeren geld inzamelen om de reis voor de Wereldjongerendagen te kunnen betalen. Dit jaar is het in Rio de Janeiro in Brazilië, van 23 juli tot 28 juli. De reis is natuurlijk ver, naar Brazilië kost ook veel geld. Dus daarmee was het idee om sponsors te zoeken om mee te lopen. Uiteindelijk namen zo'n 21.600 lopers hun medaille in ontvangst. Hopelijk halen de deelnemers van Wereldjongerendagen ook de finish in Rio.